Het is zaterdag 19 augustus, de dag na het verregende openingsduel van de Oranje Dames tegen Spanje. En vandaag is de dag dat de Oranje Heren voor het eerst in actie komen. Dit is Sjoerd. Als een oranje feest eindigde gisteravond in een verregende avond met een openingswedstrijd tussen Nederland en Spanje die drie kwartier werd gestaakt. En duizenden supporters die vroegtijdig het stadion moesten verlaten. We bespreken deze openingsdag met aanvoerder Marloes Ketels van de Oranje Dames, met directeur van de KNB Erik Gerritsen en onze vaste analist Rob Rekkers is ook weer aanwezig. Welkom allemaal, we gaan beginnen. Marloes, we beginnen met jou. Hoe heb jij gisteravond beleefd? Als je het veld op mag lopen en je komt in zo'n oranje stadion, dat is natuurlijk dat is gewoon te gek. Geweldig om mee te maken. Het voelt gewoon alsof je met een extra man op het veld staat eigenlijk. Ja, het is eigenlijk de tweede keer dat jij voor eigen publiek zo'n groot toernooi speelt. 2014 speelde jij ook al in een enorm stadion met zoveel supporters. 10.000 man hier op de tribune. Ja, dat is toch een indrukwekkend gevoel dan, hè? Ja, we hadden het er wel over. Het is gewoon eigenlijk een beetje WK 2.0. Het ja. Is gewoon, je krijgt hetzelfde gevoel weer een beetje. Je ziet hoe het hockey leeft. Dus het is gewoon te gek om zo'n wedstrijd te mogen spelen. Ja, de wedstrijd werd uiteindelijk drie kwartier gestaakt, hè, door hevige regenval. Hoe is dat voor jullie als team geweest? Hè? Hoe heb je dat ervaren? Ja, nou ja, op een gegeven moment begint het zo hard te regenen. En dan word je gewoon het veld afgeroepen. En dan ga je de kleedkamer in. En dan is het gewoon afwachten. De eerste keer hoorden we volgens mij dat het 10 minuten wachten was. Dus toen gingen wij weer naar buiten, hadden we alweer even een warming-up gedaan. En toen moesten we toch weer naar binnen, dus het is eigenlijk heel erg heel tijd afwachten. De tweede keer was wat langer, dus dan ontspan je als team ook wat meer. Dan blijf je niet meer de hele tijd in die focus, want het kan niet 20 minuten lang. Dan kom je helemaal gespannen het veld op de raad. En ontspanning in het team, wat betekent dat in de kleedkamer? Dan wordt er zelfs wat muziek aangezet. Oh, ja. Dus dan wordt er gewoon even gedold alsof we weer voor de wedstrijd zitten. En dan komt Allison wel weer 5-10 minuutjes voordat we het veld opgaan, komt ze wel weer even dat we de focus weer pakken. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, het was grappig, hè? Want ik sprak gisteren Liedewij wel na de wedstrijd. En zij zei eigenlijk die laatste 12 minuten na die regenpauze waren misschien wel onze beste 12 minuten. Was het misschien ook een stukje ontspanning die daar ontstaat die misschien nodig was in dat duel? Ja, misschien wel. Dat we daardoor even bij elkaar waren en het er even over konden hebben dat we een beetje gespannen waren gestart. En dat we door met elkaar in de kleedkamer te zijn het even los konden laten om vervolgens nog... We wilden ook die 12 minuten, zeker voor de supporters die nog waren blijven zitten, wilden wij nog een goal maken. Dus we gingen echt volle 100% erin. Ja, dat was te zien. We gaan even kijken naar de samenvatting van gisteravond. Een openingswedstrijd winnen, dat is altijd lekker. Hoe kijk jij terug op het spel van het duel? Zeg maar? In het eerste kwart begonnen we een beetje gespannen.
Dat voelde je gewoon in de ploeg, dat zag je ook een beetje. Maar wat ik wel knap vond, is dat we dat dus kwart twee alweer om hebben kunnen zetten. Waar we in de HWL nog wel eens een hele helft nodig hadden. Soms een hele wedstrijd om het om te kunnen zetten, konden we dat nu al in kwart twee. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Ja, wat is dan toch het ding van het moeizaam starten? Is dat het openingsduel? Is dat de atmosfeer? Dat voor veel meiden is het ook een nieuwe ervaring. Spelen dat soort dingen dan mee? Ja, ik denk gewoon die onbewuste spanning van hier hebben we de hele zomer voor getraind. En dan wil iedereen ook heel graag er staan. En misschien ben je dan net iets meer gespannen. Dus ik denk dat daaraan ligt. En dat hebben we nu mooi gehad. Dus nu gewoon vooruit. Vooruit op naar het tweede duel. Op naar het tweede groepsduel tegen de Belgische dames. Dat is morgen. Vandaag een rustdag. Hoe ziet die rustdag er voor jullie uit? Heel rustig eigenlijk. Vandaag mag je dan tot 10 uur mag je zelf bepalen wanneer je gaat ontbijten. Dus het begint heel rustig. Daarna gaan we wat uitfietsen met het team. Je bespreekt wat, je analyseert wat beelden. Heel rustig eigenlijk. We gaan niet naar het veld vandaag. Dat doen we niet iedere keer. Dus een hele rustige rust. Een hele rustige rustdag. Want vanmorgen vroeg met een goed ontbijt, begreep ik. Ja. Hartstikke mooi. We gaan naar het laatste onderdeel, Marloes. De kijkersvraag. We hebben gisteravond in de uitzending een oproep gedaan. Van goh, als je nou een leuke kijkersvraag hebt voor Marloes, stuur hem vooral in. De hele waslijst kwam er binnen. We hebben er een uitgekozen. Dat is van X Roos de Hart. Eigenlijk heel simpel. Wie is jouw grote voorbeeld? Grote voorbeeld? Ik heb niet echt een groot sportvoorbeeld. Ik heb wel gewoon een idool. Ik ben heel erg fan van John Mayer. Ja. Zodra hij in Nederland is, wil ik een kaartje hebben. Is me ook 2 keer gelukt. Samen met Margot ben ik, Margot van Geffen, ben ik naar John Mayer geweest. En dat vind ik gewoon echt te gek. Dat is echt, ik kan die muziek gewoon de hele dag door luisteren. Dat doe ik ook op de fysiokamer. Is niet iedereen fan van. Mijn kamergenootje is meer van de rap en zo. Maar af en toe mag ik mijn John Mayer draaien. Ja, nou mooi. John Mayer, als je kijkt. Hè? Ja. Leuk misschien om te weten dat Marloes ook fan van je is. Marloes, hartstikke bedankt voor je komst hier. Het is bijzonder dat je er was en de tijd hebt genomen om hier aan te schuiven. Bedankt en veel succes in het toernooi. Dankjewel. Nou, zoals gezegd werd het duel gisteren ook geteisterd door hevige regenval. Dat leverde volgende bijzondere beelden op. Erik, jij was gisteravond natuurlijk aanwezig als directeur van de KNB bij die wedstrijd. Ja. Ik kan me voorstellen, jij hebt genoten van de atmosfeer aan het begin. Zeker. En de regenval, hoe kijk jij terug op het moment van regen eigenlijk? Ja, heel veel dingen kan je voorbereiden, maar het weer heb je niet zelf in de hand. Hè? En het is jammer dat het gebeurde, want dat wil je niet. Zo'n fantastische avond, fantastische opening van het stadion. Waanzinnig veel oranje publiek, 9.500 mensen. En dan op het einde de regenval, zeg maar. En wat een beetje lastig daaraan was voor ons, zeg maar. We hebben natuurlijk allerlei voorzorgsmaatregelen en we hebben een abonnement op de meteorologische dienst, zoals dat werkt. Maar ook de meteorologische dienst ziet niet altijd alles van tevoren aankomen. Dus in alle rapporten die we de dag doorgekregen hebben, zaten wel regenbuien, maar niet deze grote onweers- en bliksembui. Dus die kwam relatief laat, waardoor het ook voor de organisatie aan alle kanten iets meer reageren dan anticiperen was. Dus dat, dat veroorzaakt dan wat hectiek. Dus dat is jammer, maar per saldo toch een hele mooie avond. Ja, wat hectiek. Het was er inderdaad, ik stond ook beneden, het was onduidelijk, speelsels erop, speelsels eraf. Jij noemt het echt reageren. Wat gaf uiteindelijk de doorslag om dan 3 kwartier de wedstrijd stil te leggen? Ja, dat was ook het uiteindelijk, dat wordt besloten in een soort zogenaamd veiligheidsoverleg wat er is. Waarin iemand van de KNB zit, Joost Vettorato, waarin iemand van de politie zit en waar iemand van de gemeente Amsterdam zit. En die gaan af op advies van onder andere de meteorologische dienst. Ja. Dat advies liep voor de iets langere periode heel even op zich wachten van wat de vooruitzichten waren.
Ja, en dan wordt op een gegeven moment de call gemaakt, omdat de dreiging er was van nog een grotere onweersbui. Van ja, de mensen moeten voor de veiligheid nul risico nemen. Van de tribune af en de wedstrijd moet even stilgelegd worden. Ja, en uiteindelijk komt die call dan van de politie, hè, begreep ik. Ja, de call komt uit het veiligheidsoverleg. En, ja. Maar zwaarwegend advies van mensen die daar verstand van hebben. Ja, en dan is geen risico nemen. Nee, dat zeker niet onzeker. Dat moet je ook niet doen. Ja, uiteindelijk wordt zijn wedstrijd dan wel afgespeeld. Hè. Dat ja. is goed. Hè. Dat is goed voor de doorloop van het toernooi. Dus we kunnen vandaag gewoon weer verder. Heb je naar de weerberichten van vandaag gekeken? Ja, ik heb de weerrapporten van vanochtend al gekeken. En iets zorgwekkend is, het ziet er hartstikke mooi uit. Ja, hier, het zonnetje op de achtergrond. Als we die kant op kijken, zie je al het eerste buitje. Wat iets zorgwekkend is, is dat het vandaag weer zo'n onvoorspelbare dag is, waarin relatief laat een onweersbui toch weer naar voren kan komen. Dus er zouden vandaag weer dingen kunnen gebeuren, maar we hopen natuurlijk van niet. En het valt niet tegen te houden. Het grootste euvel dan is zeg maar de stalen constructies van de losse tribunes, hè. De hoofdtribune is niks mis mee. Het gaat om die losse tribunes, wat dan eventueel voor gevaar kan zorgen. Ja, dat klopt. Ondanks dat, en het is een beetje technische termen, dat ze de losse tribunes volledig geaard zijn. Dus de hoogste veiligheidsmaatregelen zijn genomen en daar hebben we heel veel in geïnvesteerd. Maar dat neemt niet weg dat, ondanks dat dat het geval is, dat je nul risico's neemt op zo'n moment. En dat zou iedereen doen. Ja, dat zou iedereen doen. We gaan vandaag in elk geval weer genieten van een hele mooie volle speeldag hier op het EK. Ik neem aan, je bent de hele dag aanwezig ook. Een kleine voorspelling voor de wedstrijd van vanavond. Ik denk dat het een hele moeilijke wedstrijd vanavond wordt in Nederland-Spanje. De Spaanse heren, de Spaanse dames waren ook goed gisteren, maar de Spaanse heren zijn erg op de weg terug, vind ik, de laatste jaar, de laatste maanden. Dus ik verwacht een 3-2 overwinning voor Nederland. Erik, we bespraken het al net met jou, het programma van de dag. Rob, daarvoor zit jij hier ook, hè, onze vaste analist. De Oranje Mannen spelen vanavond. Hè. De rest van het programma zien we nu even op de kaart. Maar inderdaad, ik denk dat het duel waar iedereen wel weer naar uitkijkt, is het duel van de Oranje Heren vanavond. Is dat een duel? Hoe kijk jij vooruit naar dat duel? Ben jij benieuwd wat daar gaat gebeuren? Nou ja, uiteraard. Vorige week in Barcelona werd er nog gelijk gespeeld. Kwam Nederland vanuit een 2-0 achterstand nog knap terug. Maar ik denk dat het wel laat zien dat, dat Spanje toch weer een beetje aansluiting begint te vinden bij de wereldtop. En Spanje blijft altijd een hele grillige, onvoorspelbare ploeg. Ze hebben dat Spaanse temperament. Wat een wedstrijd volledig kan doen keren. Ik kan me herinneren dat we wedstrijden hebben gehad dat we 2-3-0 voor stonden, dat er geen vuiltje aan de lucht was. En als dan in één keer dat Spaanse vuur erin komt, dan kan het ook binnen een paar minuten weer rechtgetrokken worden. Dus het blijft een hele lastige, onvoorspelbare tegenstander. En dat is de kracht dan, hè, van die Spanjaarden. Dat is ondanks dat ze achterstaan, ze blijven erin knokken. En hoe zit het met de techniek? Er zitten ook altijd wel een paar hele technische jongens bij. Ja. Ja, daar zijn ze absoluut onbekend. In ieder Spaans team zitten altijd 4-5 hele technische jongens. En ze hebben ook gewoon een hoop snelheid in huis. Dus ook in de counter zijn ze vaak erg gevaarlijk. Ze liggen altijd glijdend bij de tweede paal voor volk en vaderland. Dus dat maakt ze gewoon heel gevaarlijk. Ja, voor de mensen, voor de Oranje supporters die vanavond hier in het stadion gaan kijken en thuis voor de buis. Waarvan zeg jij van nou, bij Nederland, welke spelers denk jij van, hè, daar moeten we echt op letten vanavond? Hè? Hou die eens in de gaten bij Nederland. Voor wie mogen we vuurwerk verwachten? Ja, weet je, ik ben een echte liefhebber. Ik hou van technisch hockey. Sevi van Assen is voor mij een speler waar ik graag naar kijk. Ik vind Robert Kemperman ook een waanzinnige speler om naar te kijken. Die gewoon alle basistechnieken beheerst. En daarnaast ook gewoon de momenten kiest om mee naar voren te gaan en in de cirkel gevaarlijk te worden. En als spits kan ik natuurlijk niet om Mirko Pruijs heen. Dat is natuurlijk gewoon een echte goalgetter. Ik hoop dat hij zich ook dit toernooi weer gaat laten zien. Erik, hè, waar kijk jij naar uit vanavond? Hè? Wat zijn nou spelers waar jij, als je zo'n wedstrijd zit te kijken, waar je misschien wel in het bijzonder dan nog extra op let? Of kijk je echt naar totaalplaats? Ja, ik kijk naar totaal en ook een hockeyliefhebber. Hè. En het mooie van dit Nederlands elftal vind ik, want Rob noemt inderdaad terecht drie waanzinnige spelers die het verschil kunnen maken. Maar in dit Nederlands elftal zijn het niet elke keer dezelfde drie die het verschil kunnen maken. Dus Valentin Verga en Mink van der Weerde en Sander de Wijn kunnen op andere manieren, andere momenten ook het verschil maken. En dan vergeten we Billy Bakker en dan vergeten we er nog een paar. Hè. Want het mooie is dat je ziet nu ook een balans ontstaan tussen de oudere en de jongere generatie. Want wij noemen beiden nog niks van de jongere generatie. Maar
Thierry Brinkman, Jorrit Kroon, Jonas de Geus, die spelen ook fantastisch. En dan doen we er nog een paar tekort. Ja, ja, dus eigenlijk het is een hele mooie mix hè, waar Oranje mee hier aantreedt, dit toernooi. Rob, jij haalde het al aan, Mirko Pruijser, de spits. We weten allemaal dat hij in Rio niet zijn beste toernooi speelde. Hè, in de zin van, hij kwam er niet lekker in. Het scorevermogen bleef daar wat achter. We zagen gisteravond bij de Oranje Dames dat de spitsen daar, Lida Welte en Frederik Matla, direct in het toernooi zeg maar, zijn gevlogen door beide te scoren. Hoe belangrijk is het voor een spits om lekker vroeg in dat toernooi al je eerste goal te maken? Nou, heel belangrijk. Weet je, daar leef je van als spits. En als je niet scoort, dan gaat het op een gegeven moment toch knagen. En dan weet je dat er gesproken gaat worden over jouw positie. En, dus als spits is dat gewoon heel belangrijk. Ik weet zelf in mijn periode, ja. ik stond vaak wat verder van de goal af. En ik had niet die natuurlijke gave om altijd maar op de goede plaats te staan. Ik moest echt werken voor mijn goals. Bij mij knaagde dat af en toe wel als hij niet binnenviel. En dan kon je hartstikke goed spelen. Maar mensen kijken uiteindelijk gewoon naar hoeveel streepjes er achter je naam staan. En dat geldt ook voor Mirko Pruijser. Maar ik heb daar gewoon heel veel vertrouwen in. Mirko is iemand die gewoon vaak op de goede plaats staat en in de cirkel gewoon dodelijk is. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, en hij heeft in de voorbereiding ook laten zien, hè? Deze zomer hè? In Londen heeft hij het laten zien, in Barcelona heeft hij het laten zien. Ja. Hij lijkt echt in vorm te zijn. Hè? Dus we mogen van hem echt goals verwachten. Ja, nou, ik heb Mirko eigenlijk een beetje binnen zien komen bij Amsterdam toen ik daar hockeyde. In het begin dacht ik van ja, goh, wat moeten we nou met die jongen? Hè? Een bonkige, grote spits, een beetje slungelig. En hij heeft zich eigenlijk in die periode heeft zich heel hard ontwikkeld. Ik denk dat hij op dit moment gewoon onbesproken is. Hij heeft gewoon alles wat een spits moet hebben. Hij is groot, hij is sterk, hij heeft voldoende snelheid, hij heeft loopvermogen. En het belangrijkste, hij heeft een waanzinnig goed schot. Dus ja, hij heeft alles om succesvol te zijn. Ja, dat belooft heel wat hè, voor dit toernooi ook. Dat was de wedstrijd van vanavond. Elke dag hebben we ook een soort van toto. Erik, je zei het al, jouw voorspelling voor vanavond 3-2 voor Oranje. Rob, je mag niet achterblijven. Wat is jouw glazen bol voorspelling voor vanavond? Ja, nou, ik denk dat Erik het goed ziet. Het gaat een spannende wedstrijd worden. Ik denk dat Nederland met 2-0 voorkomt. Dan komt er toch nog wat Spaans vuur in. Ze gaan nog een aansluitingstreffertje maken. Maar daar blijft het uiteindelijk bij. In de laatste minuutjes gaat het wel billenknijpen worden. Uitslag, Rob, wat denk je? 2-1. 2-1. We zijn aangekomen bij het einde van deze uitzending. Zoals iedere uitzending sluiten we ook deze af met een te gekke urban trick. Ik spreek hem wel iets beter uit dan gisteren, geloof ik. Gisteren had ik heel erg moeite met de Urban Trick. Maar we gaan er naar kijken. Fantastische beelden en tot morgen.